En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS, die geldt tot en met morgen 17 mei. Tijdens de avond en nacht komen er vooral in het binnenland perioden met buien voor. Aan het eind van de nacht zal er zich plaatselijk nevel of mist ontwikkelen, overwegend in bosrijke gebieden. Morgenochtend worden er in bepaalde gebieden enkele regenbuien verwacht. Lokaal wordt er in de middag en avond meer in het noordoosten en noordwesten matige tot zware regenbuien verwacht. In de districten Brokopondo en Sipaluwini komen er perioden met onweersbuien voor, soms met windstoten. In Kamoeweina, Koroni en Nikeri zal er af en toe een lichte bui zijn. In de overige districten zal het weinig bewolkt zijn en overwegend droog. Morgenavond zullen Brokopondo en Sipaluwini tijdelijk bewolkt zijn met buien, terwijl in de overige districten er af en toe lichte buien zullen zijn. In het hele land zijn er temperaturen die variëren tussen maximaal 32 graden en minimaal 21 graden Celsius. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen vooral in het kustgebied een matige onweersbui of een zware bui zal voorkomen in de middaguren.